We gaan vandaag soezen koken. Dat is een heel klassiek product in de banketbakkerij wat elke dag voorkomt. 100 gram melk, 100 gram water, 100 gram roomboter, 100 gram bloem en 4 eieren. We gaan nu beginnen de melk met het water en de boter te koken. Als dat kookt, dan haal ik hem even van het plaatje af. Want als die melk door blijft koken en ik gooi de bloem erbij, dan kan die bloem verstijfselen. En dan krijg ik klontjes bloem erin. Dus nu gaat de bloem bij het melk-water-botermengsel. Ik roer dit er snel doorheen. Kijk, dan krijgen we dit. Een stevige massa. Nou ben ik er nog niet. Hij gaat weer terug. Dus jullie zagen, ik haal hem er even vanaf. Om de bloem er doorheen te roeren. Terug op het gas om hem gaar te roeren. En wanneer is soezenbeslag nou gaar? En dat is heel moeilijk. De een zegt als hij loslaat van de pan. Die oude banketbakkers vroeger. Die zeiden als het op Zeeuwse klei lijkt. Maar ja, wie weet dat nog. Dus ik roer hem altijd 1 à 2 minuten gaar. Ik sta het nu op een kookplaatje te doen. En dat is weer heel anders als een gasvlam natuurlijk. Het is heel belangrijk dat die gaar is, want als die eieren er één voor één bij getikt worden en de basis is niet echt gaar, dan lopen die soezen weg. Dan wordt dat een platte soes met een holle bodem. Nou, ik zet hem nu af. Dit is gaar en nu gaan we één voor één de eieren erbij doen. Hier is mijn assistent Stella, mijn kleindochter, 6 jaar. Als ik soezen maak, hoeft ze niet zo gek veel te doen, want dit is een beetje te gevaarlijk voor haar. Maar ze kan wel even de eieren tikken. Ik doe er 1 voor, Stella. Kijk, een klein tikje op het randje van de pan. En dan breken. Zo. Heel even wachten. Want wat is het verhaal bij de soezen? Dat je 1 voor 1 de eieren erdoor moet roeren. En als dit er nu door zit, dan kom jij met het volgende eitje. Ja, juist. Waarom doen we 1 voor 1 de eieren er doorheen? De ene bloem heeft grotere bindkracht als de ander. Het kan gebeuren dat je met 3 eieren kan volstaan. En het kan ook gebeuren dat er wel 5 in moeten. Volgende eitje, Stella. Ja. Openbreken. Juist. Juist, heel goed. Dat is het begin van het vak. Leren eieren tikken. Een korte, snelle tik en openbreken. Jullie zien het, een gladde massa. Dat ei wordt elke keer opgenomen. En dit kan niet anders als een mooi soesje opleveren. Dit is het soezenbeslag. Spuitzak, spuitje. Je doet je hand onder de rand. Zo doen we dat altijd. Een krabbertje. Altijd weer het krabbertje. Dan draaien we hem dicht. En dan gaan we kleine bolletjes spuiten op deze afstand. Ze souffleren natuurlijk door het ei wat erin zit. Dat is logisch. Dus niet te dicht bij elkaar. En jullie zien ook dat ik een bolletje spuit. En op een gegeven moment knijp ik niet meer en dan veeg ik zo die spuitzak weg. Dan krijg je geen puntje, maar echt een mooi bolletje. Dit zijn de kleine soesjes. Die zijn ongeveer 10 gram. Stel dat je nu een moorkop of een grote soes wil maken. Die zijn 30 gram. Zijn 3 keer zo groot. Zo worden dus soezen voor moorkoppen opgespoten op dezelfde wijze. Uiteraard wel groter. Dus voor de moorkoppen, dat is hetzelfde beslag als voor kleine soesjes. We gaan hem nu in de oven zetten. In het midden van de oven. Zo. Soezen worden altijd in een pittige oven gebakken, 210 graden, 200, 210, naar gelang heb je luchtcirculatie of niet, dat maakt altijd wel wat uit. Zet je die temperatuur wat laag, wat te laag, 180 of 170, dan exploderen ze niet. Want dat zal je straks wel zien, ze klappen eigenlijk uit elkaar,
er ontstaat een holte van binnen en daar gaan we dan het een of ander in doen. Ik ga ze eruit halen. Kijk, dit is een heel mooi soesje. Jullie zien dat er een mooie goudgele kleur op zit en dat komt door de melk in de soezen. De melk geeft de kleur. Dit is het formaat voor bijvoorbeeld profiteroles. Na ze opengeknipt te hebben, kan je ze vullen met ijs, slagroom, banketbakkersroom. Je kan ze bij de thee geven, het is een mooi dessert. Na afkoeling in een plastic zak, knoop erin, in de diepvries. En heb je een etentje, je pakt de soesjes die je nodig hebt, je legt ze op een bord en je maakt er verder wat van. Dus je kan het mooi op voorraad hebben.